Ja, dat klonk hartstikke lekker, mensen. Ja, gelukkig. Ja, ja. Ja, je stem is natuurlijk fenomenaal, maar jullie zitten ook gewoon lekker te swingen. Ja. En nou we er dan toch zijn, want Isabel, sorry dat ik je heel even oversla, maar volgens mij kennen alle Zeeuwen jij wel een beetje. Ik kom zo meteen nog wel bij je terug. Maakt niet uit, ga je gewoon. Maar de vier heren die jou gaan begeleiden, of die je nu begeleiden, wie zijn jullie en hoe lang spelen jullie al samen met Isabel? Ik ben Jarbo. Ik loop Lisa, gitarist. Net nieuw eigenlijk, pas sinds deze tour. Oh, echt waar, ja? En hoe lang is de tour al bezig? Of gaat hij net beginnen? Ja, die begint net. Ja, precies. Ja, bezig met de voorbereidingen van net voor de zomervakantie of zo. Ja, zoiets. Ja, ja. Toch? Ja, voor mij wel. Ja. En wie ben jij? Mijn naam is Niek de Koster en ik speel iets meer dan een jaar bij Isabel in de band. Oké. Okay. Ja. Ik ben Bart Kuipers. Ik zit een beetje vanaf het begin bij. Dus een paar jaar zit ik al bij Isabel in de band. Oké. Okay. Ik ben Jamie. Ik speel vanaf het begin af aan ook al bij Isabel. Dus eigenlijk vanaf de start. Ja, dus jullie zijn een redelijk hecht club. Jij bent daar net nieuw, maar... Ja, maar we kennen elkaar sowieso al wel buiten deze band om. Ja, ja. Ja, 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 ja. En jullie zijn allemaal wel redelijk jong, of niet? Gemiddelde leeftijd van de band? Iets van 21. Ja. Ja, ja, dat vind ik wel jong, hè. Ja. 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 Hey, maar vertel eens, want ik ben hier natuurlijk niet voor niks. We zitten in de, nou ja, de achterkamer van een uitzendbureau. En dat, dat verzin je allemaal niet, dus het past allemaal maar net. Ja. Maar volgende week spelen jullie in de Schouwburg in Middelburg. En dat is inderdaad het begin van een theatertour. Yes. Zeker. En wat gaat er dan allemaal precies gebeuren? Vertel jij dat maar eens. Als mensen er al wat over hebben gelezen, hebben ze al het een en ander gelezen. Maar als ze het nog niet hebben, vertel ik het nog een keertje. Het wordt een hele persoonlijke show. Ik ga dingen vertellen die ik heb meegemaakt, die invloed hebben gehad op mijn zangcarrière. Maar ook op mijn leven gewoon buitenom het zingen. En die nummers, die verhalen, die koppel ik dan aan nummers. Die ik op dat moment dan veel luisterde, die mij steun gaven of die mij plezier gaven bij een leuk moment. Dus die nummers die ik toen luisterde, ga ik nu zingen en het verhaal vertel ik erbij. Dus het wordt een soort emotioneel-achtig, positief. Maar ook... niet zitten brullen daar toch, hè? Nee, het wordt heel leuk. Het wordt heel leuk. En het wordt ook heel huiselijk. Ik wil gewoon dat mensen zich thuis voelen en dat ze het soort makkelijk vinden om contact te maken met mij. Dat er niet zo'n hoge drempel is. Dat het gewoon leuk is en fijn om daar te zitten en dat ze gewoon relaxed naar een show kunnen kijken. Mogen mensen dan ook vragen roepen vanuit de zaal? Of is dat een beetje te mogen? Ja, je kan het proberen. Je kan het proberen. Maar het is, nou, kijk natuurlijk, zo'n Schouwburg die is natuurlijk hartstikke mooi geworden, net nieuw. Maar het is natuurlijk niet de kleine ruimte waarbij je zit niet op het podium, je zit echt in een zaal. Maar tegelijkertijd is het wel een warme zaal. En het kan wel heel intiem zijn. En het is het begin van een tour, toch? En jullie, daar ben je dus mee bezig. En dan ga je dat dan door heel Nederland doen? We staan nog op 5 andere plekken. Oké. Okay. Dus dat gaat best wel lekker. Ja. En dan heb je ook nog net, of hebben jullie net een nieuwe single ook uit? Ja. Eind november is die uitgekomen. Ik heb hem vanochtend, ik luister nooit naar Spotify. En ik moet ook heel eerlijk zijn, ik hou meer van hele harde muziek. Dus wat dat betreft val jij niet helemaal in het genre. Maar ik vraag me dan wel af, want het is een mooi lied. Maar hoeveel eigen nummers hebben jullie? Want als jij dan zo'n show doet, doe je dan ook nog heel veel covers? Of doe je dan... Ja. En het bestaat zeg maar ook vooral uit covers, omdat het zeg maar ook al... Sommige verhalen of dingen die ik vertel, die ik heb meegemaakt, zijn al best wel van een hele lange tijd geleden. Dus het zijn... Nieuwe liedjes, maar het kunnen ook gewoon oude liedjes zijn, omdat die liedjes, die luisterde ik toen op dat moment dat ik me zo voelde. Dus het zijn gewoon liedjes van de radio, niet zelf geschreven, maar aangezien een nieuwe single net uit is, wie weet. Ja, ja, ja. En ik kan me ook wel voorstellen dat je ook van The Voice ook wel, de nummers die je daar speelde, dat die ook terugkomen, of is dat... Dat zou zo maar kunnen. Het is een beetje een verrassing. Oké, ik snap. Ik zal niet te veel meer doorvragen. Zijn er nog andere dingen die jullie kwijt willen? Of, ik denk dat het nog wel leuk is om te zeggen. De voorstelling is wel echt een familievoorstelling. Ja. Dus het is super leuk om bijvoorbeeld met je gehele gezin daar naartoe te komen. Wat we ook zagen bij de try-out was dat er echt jong en oud op de voorstelling afkomt. En dat is wel heel tof, denk ik. En is het een beetje betaalbaar? Wat kost een kaartje, mag ik dat vragen? Hoeveel kost het? 15 euro. Nou, dat is goed te doen. Dat is goed te doen. Ja, en weet je, ik denk wat Niek zegt, dat het echt wel voor vrienden en familie is. Want het is gewoon, de show is ook, in ieder geval hoop ik, heel herkenbaar zeg maar, voor mensen. Ik ga dingen vertellen die ik heb meegemaakt, maar ik denk dat er genoeg mensen zijn die in de zaal zitten die denken, ja, zoiets heb ik ook wel meegemaakt. Of dat gevoel heb ik ook gehad. Ik hoop dat we een warm gevoel zeg maar, aan mensen over kunnen brengen en gewoon voor jong en oud. Ja, ja, nou ja. Het is net voor de kerst, dus een beetje dat gevoel erin. Ja, ja, ja. Iedereen komt weer samen in Zeeland. En dan, ja.
Nou, en, dank ik jullie hartelijk voor de tijd. En ik wens jullie heel veel plezier daar. En met de rest van de tour uiteraard ook. Dus swing it out, darlings. Dank je.